Hey Martijn, ik ben Isaac hier. Een hele goede middag. Ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En even een vervolg van de vorige video over wie nu op mijn adreskanaal staat. En ook natuurlijk om het, ook om mijn LinkedIn profiel. En deze video komt niet op LinkedIn, ook niet op de Facebook pagina, maar alleen op mijn YouTube kanaal. Het gaat over waar ik het vorige keer over had. En ik wil nog wel een beetje wat tijd wat over hebben. Wat ik dat heb gezegd over dat er nu wat zaken. Ik weet het helemaal nooit en welkom bij een extra video. Goed, mensen, ik heb voor jullie toen voorheen mijn video gemaakt. Over niet meer kan je een paar weken, ja, met twee video gemaakt over dat ik. Wel goed in social media en wat ik daarin zoek, natuurlijk zoek ik dat nog steeds wel bij stress, maar ja, ik heb af en toe een goed van, joh, Isaac, zal ik dat wel doen? Want ik zit natuurlijk ook op YouTube, ik heb natuurlijk ook al veel social media ook thuis en daar heb ik ook gewoon mee. En dan, ja, ik zou gewoon wat anders toch willen. Maar Isaac, wat denk je dan aan? Ik heb een beetje verteld in mijn vlog. Daarover en denk nog aan iets van muziekredactie bij Phoenix. Waarom daar is omdat ik liever social media dan werk. Ook weer op mijn werk dan ook weer social media werken en dat vind ik liever niet. Dan ben ik wel voor reputatie, zeker niet. Maar ook het wel is dat ik mijn collega gesproken had, Susanne. En ze zei van over Nieuwe Gein. Oh, dacht ik leuk. En toen had hij mij gemeld van, goh, leuk dat je komt. Maar mensen denken gewoon van, ja, ze komt te werken. Maar, ja, het is leuk, het is lief aardig bedoeld verder, maar ik heb er geen goed gevoel over. En waarom ik er geen goed gevoel heb is, en ten eerste, waar ik heen moet, is wel een Nieuwe Gein zijn. Dat is mij echt toch te ver reizen. Een ander zou gewoon kunnen reizen naar Nieuwegein. Maar voor mij, nee. Voor mij zou het niet wel haalbaar zijn, want dan denk ik ook dat ik dan thuis moet thuiskomen. En niet meer kan werken om voor mijn YouTube-kanaal. En dat wil ik graag liever zo houden dan ik liever niet naar Nieuwegein ga. Wat is heel lief vandaag, dat bedoelt allemaal. Maar. Ja, natuurlijk heb ik een goed social media wel op focussen. Maar toch ga ik wat anders zoeken. Ik heb gemeld, ik heb daar gemeld naar Phoenix Car gemeld naar ze. Mocht ik een keer een bericht terug gaan krijgen van hun. En ja, waarom Phoenix is, omdat ik best wel cultureel ingesteld ben. En best wel die van die muziek houdt. Echt van die muziek houdt. En waarom dan niet de internetredactie is omdat ik dan toch weer op social media te maken heb. En de muziekredactie, ja, kijk je dat niet. En je muziek samenzetten voor een DJ die dan moet draaien voor de dag of die avond. Daar in het muzieksysteem zitten van NPO. Dat is een eigen muzieksysteem waarmee je dus muziek kan toevoegen en verwijderen. Als muziek samensteller en dat soort dingetjes, dus daarom kies ik toch voor van niks dan ik voor elders waar je van de communicatie wil eigenlijk kies of wat dan of RTV Utrecht, een van die twee wordt het dan. RTV Utrecht wordt dan ook muziekredactie, want RTV Utrecht wil ook een radio, het ook een radio is dan niet het onderdeel Bingo FM. Dus met mijn vaak muziek niet, maar het is er zelf. Dus ja, daar ben ik een beetje mee, een beetje in de video. Daarom maak ik deze video ook eventjes om te vertellen wat ik nou echt werkelijk zoek. En die video is wel online. Die video die ik vorig jaar heb, is wel zeker online. Maar ja, welkom ik jullie duidelijkheid te vertellen wat ik nou eigenlijk precies zoek in een familie werk. En liever niet bij een aardig wil werken. Doe liever een aardig en leuk een aardig hoor, maar nee. Ik ben echt geen type voor die
En eigenlijk, als ik werk, wil ik graag veterinarie werken. Deze vroeger ook. Vroeger is het van mijn maat verdiend. Dat nu ik in mijn team was. Dus ik wil gewoon veterinarie en dat wil ik gewoon zo blijven eigenlijk. En waarom muziekredactie? Dat is natuurlijk ook een dat je vertelt daarover is. Dat is misschien waarom. En ik denk dat daar wel meer uit kan halen dan bijrenaar de communicatie of elders. Daarom zoiets van, ja, ik kies er echt voor niks. Voor radio en ja, als radio altijd zo erg bezig gaat voegen. Ik denk, ik word geen job verder. Maar wel muziek samenstellen. Wat ik zoals misschien weet, is dat een met een handicap ook een samensteller is geweest. Of dat is met voor niks. Dus ik weet dat het kan. Dus ja, toen leerde ik van even kennen al in die tijd. Ik dacht van, oh, van niks aan. Toen heb ik een beetje geluisterd op van niks. En toen vond ik gewoon van, ja, toch is dat leuk van niks. Dus het is dus nu echt mijn muziek, daar van ik nu. En niet anders. Daarom. Die muziek waar ik echt van hou. Dus ja, dat een beetje. En wat een momentje dat een beetje dat ik denk van ja, Isaac, dit is wel leuk. Om dat online om dat te gaan doen. Van niks of bij RTV. Dus een hele excuus mensen als ik ook ineens zeg van goh. Ik wil gewoon niet dit doen bij Renate. Nee. Dit is het niet bij mij. En het past niet bij mij. En dat is meer. Voor mij wordt het dan weer een moedje. En natuurlijk niet. Dus vond je de video leuk? Zeker een dikke vette. Duim omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Zie ik je elke dag om 4 uur een nieuwe vlog. Of om 11 uur een nieuwe zien mijn kanaal. Zou ik zeggen, nou mensen, tot de volgende.